vandaag naar Robert Veldhuis om een beter beeld te geven van wie hij is en wat hij wil bereiken met BBB. Hallo, ik ben Robert Veldhuis, 53 jaar. Ik woon in Amersfoort. Ik ben getrouwd. Twee kinderen, een zoontje van 6 en een dochter van 11. Ik ben werkzaam geweest in de agrarische industrie als interim managing director bij verschillende voer- en melkrobotbedrijven. Waarom heb je kandidaat gesteld voor de BBB kieslijst? Nou, leuke vraag. Ik ga je dat toelichten aan de hand van een aantal punten. Oké. Ik ben een echte burger uit de boer-burgerbeweging, maar ik kom wel uit de stad. Maar ook het platteland heeft een grote functie voor de stad. En dat is niet alleen de natuur, niet alleen de recreatie of de schone lucht. Nee, het heeft ook een groot belang voor de Nederlandse economie. Het platteland is uiteraard nauw verweven met de agri-industrie. In de agri-industrie werken naast de 150.000 boeren ook 600.000 burgers. Dat is ongeveer 10% van de Nederlandse beroepsbevolking en 10% van de economie. En BBB wil zich inzetten voor het behoud van die agri-industrie. Heel de wereld kijkt naar onze agri-sector. Wij presteren aan de wereldtop qua milieu-impact per eenheid product, diervriendelijkheid en voedselveiligheid. Daar moeten we trots op zijn met z'n allen. En alle politieke issues die nu op ons afkomen, zoals stikstof, zijn oplosbaar middels innovaties en daar wil BBB vol op inzetten. Een ander punt wat we zien in Nederland is dat de boeren aan ontzettend veel regelgeving moeten voldoen op het gebied van milieu, diervriendelijkheid, maar ook op het gebied van voedselveiligheid. Wat we tegelijkertijd zien is dat er producten Nederland binnenkomen die daar niet aan hoeven te voldoen. Die zijn uiteraard een stuk goedkoper. Dat heeft uiteindelijk twee effecten. 1. De consument eet producten die wij niet mogen produceren in Nederland. 2. Is dat het verdienmodel van de boer ontzettend onder druk staat. Waar de boer-burgerbeweging voor staat, is een gelijk speelveld voor alle boeren waar het voedsel ook vandaan komt. Een ander punt is de voedselvoorziening in Nederland. Nederland is zelfvoorzienend op dit moment en ook tijdens de coronacrisis zijn er totaal geen issues geweest met de voedselvoorziening. Grenzen waren weliswaar open, maar ook in Nederland werd er zoveel geproduceerd dat ondanks het hamsteren er geen problemen waren. Wij mogen ook niet afhankelijk worden van het buitenland, want stel dat er een crisis komt en de grenzen gaan dicht, dan hebben we niks te eten. Dus de BBB zegt, voedselvoorziening moet in Nederland gegarandeerd blijven door eigen productie in Nederland. En niet afhankelijk zijn van het buitenland. Hoeveel zetels denk je dat BBB gaat binnenslepen? Ja, nou minimaal 5 à 6, dus 7, want ik ben nummer 7. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren en bedankt voor het filmen en goede reis naar huis.